Ladybird is een online dienst voor merendeel kleine ondernemers om heel eenvoudig je financiële zaken op orde te krijgen. Dus je facturen die je moet gaan versturen, je bonnetjes inboeken, je btw-aangiftes doen, zodat je eenvoudig kunt starten en weinig tijd besteedt aan je financiële zaken rondom je bedrijf. Hoe kom je op het idee om zo'n project te beginnen? Dat zal iets zijn wat de meeste tweakers wel wat zullen kennen. Je hebt een softwarebedrijfje, je doet wat freelance webontwikkeling. Er moeten facturen gemaakt worden en je loopt zelf tegen het probleem aan van ja, dat is in Word en Excel toch wel een gedoe. Daar had ik toen ik jong was, begon met studeren, had ik daar zelf een PHP-scriptje voor gemaakt wat dat kon. Maar ja, na een paar jaar is dat toch allemaal wat aan het instorten en veranderen er wat regels in de Nederlandse wetgeving en dan moet je plotseling weer wat veranderen. En op dat moment kreeg ik die discussie met Joost en Berend daarover. Van ja, wat een gedoe eigenlijk en kunnen we daar niet iets in doen? Wij zagen ook als softwareontwikkelaar dat je heel vaak een factuurmodule moet bouwen in software als je wat wil verkopen. Dus eigenlijk die twee ideeën gecombineerd begon het eigenlijk. En vanaf daar is het een idee van ons drieën geworden van we gaan er wat in bouwen en we gaan kijken of we dat kunnen lanceren. We hebben drie pakketten. Toen we met Modibird starten hadden we twee. Dat was het gratis model. Tot drie facturen in de maand versturen. En een tientje in de maand, dan kun je onbeperkt facturen in de maand versturen. Inmiddels hebben we ook een pakket van €25 in de maand. Waar je banktransacties, bankmutaties kunt inlezen. En categorieën aan factuurregels kunt boeken. Dus zodat je eigenlijk bijna een boekhoudpakket hebt. Lukt het daarmee om genoeg geld binnen te halen? In het begin lijkt het een hele lastige opgave inderdaad. Zeker toen we begonnen, na een jaar hadden we ongeveer 300 betaalde klanten. Nou, dat is niet echt veel, €3000 zeg maar. En dan moet je kantoortje huren, AdWords, etc. En dan blijft er niet echt gek veel over. Maar inmiddels is het na bijna 3 jaar een hele substantiële business. Ja. Kun je uitleggen hoe je iets wat toch een redelijk saai imago heeft, namelijk een boekhoudprogramma, omvormt tot iets wat mensen graag willen gebruiken? Ik denk dat het vooral te maken heeft met of je plezier in iets hebt. Dat boekhouden is iets wat elke ondernemer moet doen. En als je dat doet in Word of Excel, dan heb je weinig overzicht. Dat kost veel tijd, dan moet je veel handelingen verrichten. En op het moment dat het lukt om in de software dat eenvoudig te maken en daar een eenvoudige user interface voor te bouwen, dan krijgen mensen daar vanzelf plezier in. En hoe hebben we dat gedaan dan met de user interface? Bijvoorbeeld het allereerste idee, facturen maken. Wat je zag in andere pakketten en ook veel boekhoudpakketten, was dat je een onduidelijk formulier kreeg waarin je wel alle informatie in kon vullen die op een factuur moest staan. Maar je zag nooit gelijk hoe die factuur eruit zag. En als je nu kijkt naar hoe wij dat opgelost hebben, wij hebben ervoor gekozen om gelijk vanaf het eerste moment dat je binnenkomt een factuur op het scherm te zetten. En de onderdelen van zo'n factuur kun je aanklikken en kun je de informatie op wijzigen. Dus je ziet eigenlijk gelijk dat je stap voor stap een factuur maakt. En dat zorgt ervoor dat het eigenlijk heel plezierig is om een factuur te maken. En dat het ook gewoon duidelijk is. En met wat kleine trucjes daarin en handigheidjes zorgt het ook voor dat mensen elke keer verbaasd zijn over hoe makkelijk het is om zo'n factuur te maken. Je zei net, jullie zijn met eigen middelen begonnen. Hebben jullie expres niet voor een investeerder gekozen of voor een investeringsmaatschappij? We hadden gelukkig de positie dat we zelf konden financieren door goedkoop te leven. En dan ga je gaandeweg ga je bouwen. Dan ga je zeggen van ja, je krijgt klanten en je komt in de picture, je krijgt nieuwsartikelen. En dan is de overweging van de investeerder is natuurlijk een goede. Er zijn ook enkele investeerders naar ons toegekomen die zeiden van ja, we willen wel geld in jullie stoppen. Daar hebben we ook mee aan tafel gezeten. Maar de dienst begon dusdanig aan te slaan dat wij dachten van ja, we willen eerst even kijken waar we zelf kunnen komen. En tot op heden is dat ook de strategie die we nog steeds bewandelen. Jullie hebben geen investeerders? Nee. We hebben helemaal zonder investering? Ja. Ja. En hoe bedenk je dan, we gaan ons er fulltime op richten, want dat is nogal een stap natuurlijk. We hadden alle drie wat achter de hand, wat gewoon goed draaide en waar wat geld uit kwam. Dus de noodzaak om gelijk heel veel geld eraan te verdienen was er niet. Dus ook investeerders in de hand nemen was ook niet heel hard nodig. En dat zorgt ervoor dat je redelijk rustig kunt beginnen. En we hebben natuurlijk niet vanaf het begin af aan gezegd, dit moeten we fulltime doen. We hebben wel tegen elkaar gezegd van laten we wel het een kans gunnen en er voldoende tijd in stoppen om het uit te vogelen of het werkelijk potentie heeft. En als op het moment dat je merkt dat er echt klanten binnenkomen die er ook nog voor willen betalen, en dat is al in de tweede maand zo, en je hebt de eerste betalende klanten en je verdient die eerste paar honderd euro,
ja, dan moet je jezelf ook wel afvragen waarom je het niet fulltime zou doen eigenlijk. Hoe kwamen jullie bij de naam? De naam is een idee geweest op basis van een postduif eigenlijk. En Morning Bird hadden we het snelst dan ook een idee bij van ja, je kunt daar een vogeltje gebruiken in je communicatie. In je logo ook. En het is een leuk speels iets. En dat is iets wat we nog steeds van onze klanten horen. Wat een leuke speelse naam. Voor iets wat eigenlijk wel heel serieus is. Past het er eigenlijk wel bij het? Of past het juist bij wat jullie willen? Het past juist bij wat we willen. Een hele zakelijke naam zou verwachtingen scheppen die we misschien niet waar kunnen maken. Maar juist doordat het een hele speelse naam heeft voor iets wat wel serieus is, geeft ook wel aan dat het vernieuwend is en dat je er, ja, dat mensen er misschien sneller een keer naar gaan kijken. Hoe hebben jullie het vanaf het begin af aan aangepakt? Hebben jullie een bepaald framework gepakt? Of zijn jullie, hoe zit de website technisch in elkaar? Technisch gezien, we hadden hiervoor al wat projecten gedaan in Ruby on Rails. Eigenlijk toen Ruby on Rails nog een jaar of 6 jaar oud was, toen zijn we ermee aan de slag gegaan. Met name mijn collega Edwin had er al veel ervaring in en als team zijn we dat allemaal gaan leren. Eigenlijk is dat een heel prima framework om te gaan starten. Daarnaast draaien we een PostgreSQL database eronder. Waarom PostgreSQL? Ja, dat is een persoonlijke voorkeur. Met MySQL zelf wat dingen tegengekomen waardoor we PostgreSQL de voorkeur geven. Maar ik denk niet dat het per se heel veel output hoeft te maken. Gebruik je nog steeds ook Ruby on Rails? Ja. En denk je erover na misschien over te stappen op iets anders? Of? Eigenlijk niet, nee. De codebase, zeker de gems die de afgelopen jaren uit zijn gekomen, zijn toch echt volwassen. Dat zit echt behoorlijk robuust in elkaar. En vandaar dat echt Ruby on Rails echt voor ons wel een prima oplossing is. Hoe hou je eigenlijk bij zo'n toch redelijk groot project het overzicht? Ik denk dat het overzicht voornamelijk in de grootte van ons team zit, of eigenlijk de kleinheid van ons team. We zijn maar met 3 man, dus je hebt alle drie een gedeelte waar je sowieso veel mee bezig bent. Berend bijvoorbeeld zit helemaal in het iPhone-project. Daar zou ik mijn weg niet in kunnen vinden, maar als er iets moet gebeuren in het iPhone-project, is er wel 1 persoon die 100% goed weet waar het iets te vinden is. En doordat je een klein team hebt, hoef je niet heel veel informatie over te dragen. Dat is dan gelijk ook een grote uitdaging voor als het team wel groter wordt. We zijn nu op zoek naar personeel. Als er mensen bijkomen, zul je wel een stukje software kennisoverdracht moeten krijgen. Anderzijds hebben we wel het framework wat we gebruiken en de technieken die we gebruiken zorgen er wel voor dat het allemaal heel modulair opgezet is. Dus je kunt wel heel eenvoudig onderdelen eruit lichten en daarmee bezig gaan. Hebben jullie ook dat van tevoren zo opgezet, zo modulair? Dat jullie van tevoren een duidelijk schets hebben gemaakt van wat jullie willen? Of hebben jullie gaandeweg gewoon na een jaar alles omgegooid? We hebben het niet allemaal omgegooid. Sowieso als je begint met een framework als Ruby on Rails, dan ben je vanaf begin af aan redelijk gebonden aan wat zij bieden. Dat is het, je mag het niet MVC noemen, maar het is een soort Model View Controller framework. Dus je hebt al een indeling qua framework, qua classes die je op gaat bouwen. Helemaal omgooien doe je niet, al zijn er wel een stukje, je hebt altijd van die modules die je zelf schrijft die buiten MVC vallen. En daar zijn wel eens een aantal weer even opnieuw geschreven, zo van ja, dan kom je in de loop van de tijd er toch achter dat er bepaalde dingen anders moeten. Je hebt natuurlijk heel veel factuurgegevens, rekeninggegevens, andere gevoelige informatie. Hoe zorgt u ervoor dat dat niet straks à la DigiNota op straat komt te liggen? Allereerst laten we wel wezen, software blijft software, dus 100% garanties is altijd moeilijk. Je moet altijd naar het hoogst mogelijke streven. Dat doen wij door de software sowieso heel uitgebreid te testen. We hebben een hele grote testsuite die naast de functionaliteiten die het moet bieden ook controleren of bepaalde dingen mogelijk zijn die niet zouden moeten kunnen. We hebben onze servers die bij True staan, zijn ook volledig beveiligd. Dat staat allemaal goed. En verder hebben we een McAfee-controle die eens in de zoveel tijd een controle uitvoert op basis van... Een externe audit? Ja, een externe audit, ja. Ook bij de code die dan... De code zelf niet. Het wordt alleen maar op basis van de server aanroepen van... staan de poorten open die niet open moeten staan? Kunnen er cross-site scripting hacks uitgevoerd worden? Dat soort zaken. Ik nog als laatste een heel cliché vraag. Waar staan jullie over 2 jaar? In Nederland hebben we nog heel veel markt. Je hebt ongeveer 700.000 ZZP'ers in Nederland.
Daar hebben we nu zo'n 16.000 hebben zich aangemeld bij Moneybird. Die kennen Moneybird al, maar daar kun je nog enorm groeien. Ja. En dat is natuurlijk iets wat we zeker willen doen. Maar we zijn zeker aan het overwegen wat de mogelijkheden in het buitenland zullen zijn.